World Press Photo heeft gisteren na 16 jaar weer een tentoonstelling in Suriname georganiseerd. De opening is verricht door de tijdelijk zaakgelastigde van de Nederlandse ambassade, Kees Rade en Laurens Korteweg, Director of Exhibitions van World Press Photo. De Nederlandse ambassade presenteert dit evenement van 16 tot en met 26 november in de hal. Volgens ambassade is de World Press Photo een toonaangevende organisatie in het ontwikkelen en promoten van het werk van visuele of fotojournalisten en visuele verhalenvertellers. World Press Photo is opgericht in 1955 toen een groep Nederlandse fotografen een wedstrijd organiseerde om hun werk aan internationale collega's te laten zien en kennis met hen uit te wisselen. Deze jaarlijkse wedstrijd is sindsdien uitgegroeid tot een van de meest prestigieuze prijzen in fotojournalistiek en digitale verhalen. Korteweg zegt dat de organisatie na 16 jaar weer terug is in Suriname en nu er naar uitkijkt om vaker terug te komen. Hier terugkomen volgend jaar en hier een jaarlijks evenement van maken. Zeker met de workshops die worden georganiseerd. Om echt op die manier gewoon een grotere impact te bewerkstelligen en op die manier al die discussies gaande houden. Ook over vrijheid van pers, maar ook over inderdaad fake news, manipulatie van beelden, de staging. Het is allemaal gewoon heel belangrijk dat we daar goed van op de hoogte zijn. Dus daarom ben ik ook heel blij dat er zoveel pers is. Ik hoop dat het woord heel erg verspreid wordt, dat heel veel mensen hun weg weten te vinden naar deze deur hier. Om met z'n allen toch van die tentoonstelling te genieten en hopelijk iets van te leren. Dan nog een oproep voor de fotografen hier. Stuur alsjeblieft die werk in naar onze wedstrijd. We zijn vanaf 15 december kan je registreren. En voor 15 januari moet je je werk insturen. En op de website zie je allemaal hoe dat werkt. Dus gratis wedstrijden doen we natuurlijk bewust. Want we willen voor iedereen een wedstrijd zijn. En het zou prachtig zijn om volgend jaar een Surinaamse winnaar in onze tentoonstelling te kunnen tonen. Laurens Korteweg, Director of Exhibitions van World Press Photo, met wie wij vandaag hebben gesproken over de tentoonstelling van World Press Photo die gisteravond van start is gegaan. De Nederlandse ambassade presenteert dit evenement van 16 tot en met 26 november in de hal.